Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. We zijn vandaag, ik weet eigenlijk niet of ik dat überhaupt nog zeg welke dag dat we zijn, maar ik zal het nog een keer zeggen. We zijn vandaag, moet ik al zelf gaan denken, dinsdag 1 september. School is weer begonnen, niet voor mij natuurlijk. Maar ja, als ik naar de kine reed deze morgen, dan merkte ik het wel aan het verkeer op straat. School begonnen, op Facebook merkte ik het. Het was ook drukker op straat. Maar ik merkte het op Facebook. Heel veel ouders waarmee ik bevriend ben, hè, posten video's, filmpjes van hun kroost dat naar school ging of naar de crash. En deze avond zal het ook wel te zien zijn op het nieuws, want dat is zo precies weer iets in dat ze tegenwoordig altijd iets laten zien van huilende kinderen aan de schoolpoort. Zo al verschillende jaren achtereen dat ze dat precies in vinden om te doen. Ik weet niet wat dat daar leuk aan is, geblijd van kinderen. En ik vind dat erg voor die kindjes zelf. Ik bedoel, die worden dan al zo van hun moeder of vader gescheiden en dan gaat er dan zo'n leuke cameraploeg nog staan filmen. En dan, allee, ja, kun je dat dan inbeelden, zo later als je dan volwassen bent of je bent een tiener en dan kijkt je dat terug. Hoe gênant is dat? Maar goed, school is al lang aan mij voorbij gegaan. Ik ben dus op de baan geweest vandaag met de auto. Die ga ik trouwens nog stofzuigen, maar dat ga ik in een andere video laten zien. Ik had jullie verteld, of misschien niet, in een van mijn vorige video's, dat ik een hoesje had besteld van, voor mijn MacBook Air om het te gaan beschermen tegen krassen en ook tegen mijn lompigheid, mijn momenten. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, want het heeft ook een hele lange weg moeten afleggen eer dat het bij mij kwam. Maar ik ga ook niks meer bestellen. Ik had het besteld bij hoesjesdirect.nl. En dit pakketje is toegekomen en dan had ik nog een vorig pakketje besteld en dat is precies van de radar verdwenen. Ik hoop dan wel dat ik mijn geld ervan terugkrijg, want anders ga ik toch een keer een mail sturen. Ik ga jullie eventjes hier zitten. Ik heb normaal gezien dingen, hè. Eigenlijk, hè, ik heb een ding, hoe noemt dat? Ik heb een klein statiefje. Ik heb verdomme een klein statiefje. Dat ga ik eens even halen. Voilà, ik heb het op een statiefje gezet. Is dat misschien een klein prutsje scheef? Zo. Voilà. Statiefje is toch wel veel gemakkelijker. Ik heb dus een hoesje besteld. Ik ga even. Ja, dus dat is mijn hoesje. Van wat had ik gezegd? Ja, dinges.nl. Het is misschien omdat het van Nederland komt en dat het geen goede verbinding heeft met België. Maar ik zal dat heel raar vinden, want ik heb al vaker op Nederlandse sites besteld. Stinkt naar de leer, dus het is een echt leer. Ding. Het is eigenlijk van deze, van dit merk. Nu op hoop van zegen. Het is met een zo
Een soort pressionke. Op hoop van zeggen dat het rond gaat. Want ik had een ander besteld. Zo in het harde plastic, maar het ging niet. Het paste er niet rond. Gaan een beetje. Hup. Oké, jullie gaan mijn gezicht niet zien, maar het is de bedoeling dat je ziet hoe ik het rond doe. Zo, op het eerste zicht gaat het er toch rond. Ik zit hier dus met zo'n twee flappen. Ja, voilà. Kijk. Zo. Zo. En dan hier heb je zo twee van die rekkertjes. Wacht. Zo. Als je hem wilt scherp stellen, heb je hier zo twee van die rekkertjes. En dan kan je die daar zo rond doen. Oef, mijn laptop is verplat, zie ik net. Zo. Zo. Voilà. Voilà, ça. Bam. En dan zo, hop. Dicht. Maar het geeft daar direct zo een gevoel van, ik ga naar het kantoor. En dan nog, eigenlijk had dit hoesje niet gemoeten, maar weet je, het is maar voor mee te pakken. Hè. Ik zal het er even rond doen. Hoesje in hoesje en black in black. Voilà, hè. Bam. Ik blij. Wat is nu mijn eerste indruk van dit pakketje? Buiten dat ik er zo lang heb moeten op wachten. Maar dat even terzijde. Ik ben er blij mee. Het kostte zoiets van een 20 euro, het kan iets meer zijn. Nu, ik wil altijd een beetje zien hoeveel dat ik eraan uitgeef. Ik wil daar niet te veel geld aan uitgeven. Weet je, de laptop zelf was al een rip uit mijn lijf. Ik weet dat ik van tijd met het geld door ramen en deuren smijt. Maar het komt van mijn snoeprekening. Ik spaar daar ook voor. Zo en af en toe, of in mijn geval soms iets te veel, naar mijn mening. Ik weet dat ik iets te veel geld uitgeef soms. Maar ja, ik ben alleen. Ik ben alleen, dus ik moet naar niemand anders kijken. En voor mijn uitzet moest ik ooit alleen gaan wonen. Maar dat is belangen nog niet aan de orde. Dat is binnen voor dit en een jaar of 4, 5, 6, 7. Ik heb er ook nog niet aan gedacht om te gaan verhuizen. Ik zit hier nog altijd even goed. Ik wil maar zeggen, van mijn uitzet moet ik belangen nog niet gaan sparen. Omdat dat ook nog niet aan de orde is. Dus waarom daar. Ja, ja. Je snapt mij wel. Er zijn mensen die iets uitgeven aan games spelen. Oké, ik geef wel eens iets uit aan een Sims pakketje. Omdat ik dat weer leuk vind. Maar ik vind het voornamelijk nu belangrijk om geld uit te geven aan deftig apparatuur om betere video's te maken. En als dat is voor mijn laptop te beschermen en al zeker als ik twee linkerhanden heb met momenten of een keer eens onhandig ben of zo, dan neem ik het er graag voor over. Goed. Ik ga een rondje doen. Ik ga een rondje maken met ons lopke. Het is nu 1 uur geloof ik. Het nieuws is juist begonnen. Dus ik ga
Ik ga een wandelingsje doen. En ik denk dat ik al weet naar waar. Neem ik jullie mee? Nee. Ik heb al iets te veel mijn wandelingen laten zien. En het wordt misschien ook iets te eentonig. Dus bij deze. Nee, ik ga het niet doen. Ik ben deze maand 5 maanden bezig. En ik heb ondertussen 22 abonnees. Oké, het is niet veel, maar ik doe het echt niet voor de abonnees. Dat heb ik al verteld. Maar ik krijg wel commentaar. Ik krijg wel comments. En dat vind ik fijn. Wat doe ik even zeggen? Jullie zijn top. Het is voor jullie dat ik het doe. En voor mezelf. Luisteren jullie toevallig ook Spotify? Ik weet dat dat wereldwijd heel gekend is. Ik geloof dat dat van Amerika komt. Ik heb in Bierbeek dat voornamelijk ontdekt. Tervoren had ik dat ook, maar ik heb het voornamelijk in Bierbeek ontdekt. Met de... Daar luistert je ook veel, hè. En dan sinds dat ik daar weg ben, heb ik echt wel een account aangemaakt. En ben ik echt wel trouwe fan. En dan... ik vind dat echt nice. Allee, ik heb ook een paar lijsten. Maar ik speel meestal maar één vaste lijst af. En dat is mijn favoriete. En dat is echt een cacophonie van hier tot in Tokio. Dus dat is pop, rock, metal, heavy metal, punk. Noem maar op. Juist geen Vlaamse nummers. Of misschien 1 of 2 Vlaamse nummers. En dan heb ik nog een lijst Vlaamse nummers. Nee, Nederlandse nummers. Dus er zit een beetje van alles tussen. Marco Borsato, Freek en Suzanne. Wat zit er nog tussen? Harde lijst, maar dat is dan alleen metal. Dat is alleen metal dat er tussen zit. En dat draai ik dan meestal als ik gefrustreerd ben of gewoon... Daar is echt heel veel goesting in heb. Maar er zitten sowieso... Er zitten sowieso metal nummers tussen in mijn favoriete lijst. Dus nu eentje bezig. Deze is Disturbed voor de mensen die dat graag horen. Maar ik denk niet dat er metal fans tussen zitten. Ja, Disturbed. No more. Goed. Ik ga beginnen koken. Ik had gekapt uitgehaald. We gaan balken zien. Potverdekken zeg, ik ben donker. Dank u. Ik ga balken zien. Amai, mijn stem slaagt over. Voilà. Wat is er nog wel goed aan mij? Vandaag bedoel ik. Ik ga balken zien tomatensaus maken. Ik had geen goesting om boodschappen te doen. Sorry, moest mijn ogenbekken naar boven loeren. Ik heb niks aan mijn ogen. Juist dat ik een bril draag, omdat ik niet goed zie. Van ver en van dichtbij. Maar ik heb niks aan mijn ogen, dat is gewoon een tik. Voor sommigen die dan misschien denken van je hebt dat of dat aan je ogen. Dat is alleen maar blaffen dat ze doet. Blaffie, blaffie, waffie, waffie. We hebben het gras voor de eerste keer terug is afgereden. Na een aantal tijden. Hey. Teten staat op. Allee. De balkens zagen een beetje iets te bruin. Mijn saus ben ik aan het maken. Ik heb mijn ajuin moeten afzetten, want die was ook al bijna aangebrand. Dan is het alleen nog maar water koken voor de gijs. En mijn saus ga ik mixen. Maar terwijl ons meisje mee te geven. Zeg ik nu muisje? Ik ga een poll zetten op mijn, in deze video. Dat is heel lang geleden. Maar ik ga dit er wel hier even zetten. Ik ga een poll zetten. Hier.
Ja. Rechtsboven, denk ik. Of is het daar? Daar of daar? Enfin, over ergens in beeld. En laat mij via die poll weten of dat jullie ook naar Spotify luisteren. Ben benieuwd. Ik heb inmiddels de afwas gedaan. Het eten was iets minder lekker dan de vorige keer. Ik denk dat ik er iets te weinig kruiden of zo heb ingedaan. Tja. Als het goed gelukt is, heb ik een soort sneltempo stukje erin geplaatst voor de eerste keer in deze video. Ik weet niet wat dat je ervan vond. Mag je altijd laten weten. Het is niet lang, hè? En eigenlijk zie je er niet veel van. Je ziet mij alleen maar een beetje tv zitten loeren. Maar ja, ik wou het eens proberen. Ondertussen zijn we 9:45 zoiets. Ik heb hier nog wat tv zitten zien en een beetje liggen zappen, maar niet echt met een dada. Ik heb wel naar dingen nog gekeken, naar Je zal het maar hebben op Nederland 3. Het is omdat ze 25 jaar bestaan dat ze nu al de zaken gaan bij elkaar zitten op enkele afleveringen. Maar ik zie dat mijn camera bijna leeg is, dus ik ga heel snel de video afsluiten. Vond je dit een leuke video? Geef het een duimpje omhoog. Abonneer nog even op mijn kanaal, zodat je niks van mijn video's moet missen. Laat een reactie aan achter, moest die aanstaan. En ik hoop jullie binnenkort weer te kunnen verblijden met een nieuwe video. Salutjes!